Wat mij intrigeert is de titel, macht. Ik heb een bloedhekel aan het woord macht. Ik heb altijd het idee, dat kan niet zijn waarom het gaat. Je hebt wel invloed, in ieder geval daar doe je je uiterste best voor dat het invloed is. En toen begon ik te denken en dacht, is het verschillend tussen mannen en vrouwen? Hebben mannen toch meer dat woord macht in hun vocabulaire dan vrouwen? En is het bij vrouwen veel meer proberen om op een positie te komen waar je invloed hebt om zaken te veranderen waarvan je overtuigd bent dat het moet veranderen? Afijn. Aan u om uit te maken of er verschil in dat denken en in de inhoud van het woord macht aan de orde is. Wat mij opvalt, en dat geeft je dan ook weer enige realiteitszin, dat Piet, bijna 100, het scheelt niet veel, inderdaad ongelooflijk belangrijk om vanuit jouw perspectief dat hele verhaal te horen. En wat ik me realiseerde, ik ga nu even het rijtje langs, dat Piet als staatssecretaris, en nu spreken we ver de vorige eeuw in, dat Piet eigenlijk al een jaar nadat de Europese gemeenschap ondertekend was, het Verdrag van Rome, in de Nederlandse politiek te maken had met Europa. En dat is dan iets waarvan je zegt, wat moet het een gevoel geven om dan nu vast te stellen dat toen met 6, dat we nu met 27 leden van de familie zijn. En dat er af en toe tandenknarsend, en daar hadden Mark en ik het net over, gesproken moet worden dat er nog wel het een en ander te doen is in Europa. Maar om in termen te blijven waar in ieder geval dit stuk van het publiek op de eerste rij zich in herkent, we moeten onze zegeningen tellen. En die zegeningen tellen is inderdaad dat een continent, Europa, 27 lidstaten, nog steeds dat verbond met elkaar aan het realiseren zijn. Dat gezegd hebben, in de Wikipedia, Piet, word jij als Uncle Piet weergegeven. En ik vind dat dat langzamerhand nu Grandpa Piet kan zijn. En met veel respect overigens. Dries, wat ik in jou bewonder, en dat is sowieso je flexibiliteit, maar dames en heren, ik heb me in wat bochten moeten wringen om toen Dries mijn minister-president was en ik voor sommige zaken zijn oordeel of zijn backing wilde hebben om hem te pakken te krijgen. Het was onvoorstelbaar moeilijk. Dus ik had met mijn chauffeur de afspraak, contact de chauffeur van de minister-president, vind een weg waar we hem kunnen blokkeren, dan moet hij stoppen en dan duik ik bij hem in de auto. En het werkte, want de chauffeurs waren in om besluiten te laten nemen. In ieder geval, Dries, jij hebt bewezen, en dat zal ongetwijfeld in jouw boek Annemarie tot uiting komen, dat jij een van de weinigen bent die na een minister-presidentschap werkend Europeaan is gaan worden. Jij bent ambassadeur geworden voor Europa op diverse locaties. En dat betekent dat je Europa zo belangrijk vond en vindt dat je ook stapjes terug, want ambassadeurs zijn in de pickorde iets lager dan minister-president. Maar dat vind ik van respect getuigen voor het fenomeen Europa, maar ook voor het fenomeen jij. Met Wim Kok, en het is jammer dat hij hier niet is, heb ik niet in een kabinet gezeten, wel allerlei contacten gehad. En zeker in de eerste fase van mijn eerste volle baan in Europa, om het maar zo te zeggen, vele gesprekken gehad, omdat hij dat hele bekende rapport over Europa had geschreven. En waarin hij uiteindelijk de waarheid blootlegde. Dat we dingen moesten doen en niet alleen maar moesten vertellen. En daarin is helaas toen een beetje de klad gekomen. Daar was het politieke klimaat nog niet geschikt voor, nog niet rijp voor, zoals we dan in dat Haagse jargon zeggen. Maar Wim Kok heeft toen al bewezen dat hij wist waar Europa naartoe moest. Dan kom ik bij Ruud Lubbers, die heeft ook na het minister-presidentschap, en ook daar heb ik veel mee meegemaakt. Hij zal ongetwijfeld zeggen dat hij dat met mij ook gehad heeft, maar dat is nu niet aan de orde. Veel dingen meegemaakt. Een onvoorstelbare creatieve geest. Je kon bedenken wat je wou. Hij kwam altijd weer met een nieuw voorstel. En dan zei ik, zo zijn er nog 100 te doen. We moeten haast maken. En ik wil nu dat je alsjeblieft zegt dat dit kan. En anders dan hang ik de lier aan de wilgen, om het maar zo te zeggen. Hij heeft met zijn energiecharter ook veel voor Europa in gang gezet.
wat allemaal niet uiteindelijk in die vorm gerealiseerd is. Ja, dan kom ik bij Jan Peter. Dat is fascinerend. Jan Peter heeft de grootste bijdrage geleverd aan Europa door mij mijn tweede termijn te geven. Dus dan zult u begrijpen dat ik daarover zeer te spreken ben. Al met al zeg ik, het is knap om in een boek, en een boek wat tenminste hanteerbaar is, dat ik snij die dikke boeken altijd door midden, maar dat hoeft hier niet bij, want het is gelukkig niet zo'n gewicht. Dit is inderdaad een boek wat je meeneemt en wat je in één ruk uitleest. En dan zullen vele gedachten aan al die Europeanen weer bovenkomen. En wat jullie voor Europa gedaan hebben en wat Annemarie ongetwijfeld hierin belicht heeft, is voor mij in ieder geval reden geweest om de uitnodiging te accepteren. En ik ben heel erg trots, Annemarie, en ik wil dolgraag je handtekening in het boek. Ik ben heel erg trots dat ik het eerste exemplaar mag ontvangen. En zeer benieuwd wat de uitgever voor verdere plannen heeft. Laat het ook iets met Europa te maken hebben, want Annemarie weet heel veel van Europa af. Dank u wel. Uiteraard was het eerste exemplaar voor onze eurocommissaris, maar de volgende exemplaren, daar zijn natuurlijk maar drie mensen die absoluut de volgende eerste exemplaren moeten krijgen. Wat ik nog even heel snel erbij wil zeggen, wat ik vergeten was daarnet te vertellen, en mevrouw Kroes die zei dat net, ik heb uren gesprekken met deze premiers gehad en het is te veel om allemaal op te schrijven. Daarom wil ik ook even benadrukken dat het geen complete encyclopedie is. Het is geen biografie. Het is een indruk van de premiers zelf, hoe zij terugkijken op hun ambt, op het premierschap. En het moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook hier, ik zie heel veel collega's, parlementair journalisten. Daar is het natuurlijk heel erg leuk dat u dat wilt lezen, maar het is ook bedoeld voor iedereen die het gewoon interessant vindt om meer te weten over deze fantastische heren die zich helemaal hebben ingezet om ons land te dienen. En om een indrukje te krijgen hoe het achter de schermen is en hoe het in de jaren van de heer De Jong was en hoe het in de jaren van de heer Van Agt was, et cetera, et cetera. Daarom wil ik graag de volgende drie exemplaren aan deze premiers geven. Annemarie, ik kan je vertellen, misschien wist je het nog niet, maar vanochtend om 6:10 heb ik ingezet voor een tweede druk. En dat betekent dat de eerste er bijna op is. Dus dat is het mooie eigenlijk als je een boek presenteert en in feite de tweede druk al in beweging is en aanstaande vrijdag wordt aangeleverd bij het Centraal Boekhuis. Dus daar zijn we al, hè? Het is al geslaagd.